De politiecijfers van het afgelopen jaar zijn minder spectaculair gedaald dan voorgaande jaren. Dat zei politiechef Gosens gisteren tijdens de commissievergadering. Als we kijken, en we zien echter dat uh, na de grote daling zoals ik al aangaf in 2010, de cijfers in 2011 zijn afgevlakt. Over de grote linie zien we het aantal aangiften van veel voorkomende criminaliteit in Eindhoven in 2011 nog wel dalen. De objectieve veiligheid neemt wat dat betreft nog steeds toe. Afgelopen jaar is het aantal auto-inbraken met 600 afgenomen. Maar aan de andere kant zijn er ook 400 fietsen meer gestolen. Goosens heeft al een verklaring voor die stijging van de fietsendiefstallen. Wij zitten daarin in de toezichtstaak en de opsporingstaak is een taak voor de politie. We houden regelmatig, bij grote regelmaat, uh, verdachten aan voor fietsendiefstal. Maar dat is er iedere keer één. Wij weten niet waar de oorzaak ligt waar de fietsendiefstallen vandaan komen. Het aantal woningen braken daalt ook met 47 en ook zijn er minder mishandelingen in het afgelopen jaar gemeld. De politie heeft als doelstelling om het komend jaar een kwart meer daders op te pakken, al wordt het met de reorganisatie binnen het politiekorps wel een uitdaging.